Nou, hallo, ik ben Renze. Ik zit in het afdelingsbestuur van Groningen bijeen. Ja, natuurlijk ook bedankt aan Hilde om me uit te nodigen. Dus ik ben vereerd om hier op het Marxisme Festival te mogen spreken. Het is 2013. Ik was 17 en kwam net terug op de middelbare school na een lange revalidatieproces vanwege een operatie aan bloedvaten. En die tijd, die verliep echt niet goed. Ik kreeg regelmatig last van woedeaanvallen. Mijn prestaties kelderden. Ik kon echt met niemand praten over mijn gevoelens, wat er van binnen speelde. Ik voelde me heel erg eenzaam, heel erg alleen. En na duizenden formulieren invullen van verschillende regelingen op school, want dat krijg je als je meer dan 3/4 jaar school hebt gemist, kwam ik voor het eerst, en ook eindelijk, in aanraking met jeugdzorg. De docenten wisten niet wat ze met me aan moesten, wat ze met mijn volgens hun onverklaarbare gedrag aan moesten doen. En na meerdere gesprekken met de psycholoog kwam de diagnose binnen. Het begon eerst bij depressie. Nou, daar kon ik me wel in vinden. Posttraumatische stressstoornis. Nou ja, dat is logisch als je naar mijn verleden kijkt. Maar er werd ook voor het eerst gesproken over dat ik mogelijk autistisch was. En ja, die autisme sloeg wel in als een bom, om eerlijk te zijn. Het voelde voor mij echt aan als het einde van de wereld. En wat... Voor waarom het zo hard insloeg, moeten we wel de klok terugdraaien. Ik groeide op in een klein dorp in Friesland, genaamd Gerkesklooster. En ik herinner me het vooral als een heel streng gereformeerd, racistisch, queerfobisch en validistisch dorp, geteisterd door armoede. Er is een rigide en ook een patriarchale norm van dat je moet gedragen als een voorbeeldig christelijke burger of een oprechte Fries. En vanaf groep 1 van de basisschool merkte ik al dat ik niet in die norm paste. Dat ik echt anders was. Ik gedroeg me anders en ik keek ook anders naar de wereld ten opzichte van mijn klasgenoten. En dat viel ook op bij de docenten. Maar in plaats van om mij echt ruimte te bieden, werd het mijn leven op de basisschool heel moeilijk gemaakt. En het begon eerst bij meerdere pogingen om mij naar speciaal onderwijs te sturen, omdat ik, ja, en ik citeer, te vrouwelijk gedrag vertoonde. Het feit dat ik een taalachterstand had, werd ook tegen me gebruikt. Ook al is een taalachterstand, zeker in kleine dorpen in Friesland, een van de meest voorkomende dingen op de basisschool. Maar de eerste label bleef echt wel hangen, te vrouwelijk. Die pogingen werden gelukkig geblokkeerd in groep 1 en 2 door de directeur van de basisschool. Ook wel een van mijn persoonlijke helden. Maar daarna werd het echt gefocust op het rechtstellen van mijn gedrag. En over die boeg werd het gegooid. Ja, rechtstellen in hun woorden, niet in hoe ik erover denk. Ik moest ook vaak alleen in de klas zitten. Het liefst ver mogelijk weg van bij de anderen vandaan. En in groep 4 werd voor het eerst een indicatie gemaakt van ja, of ik mogelijk gepest werd. Maar de docent erover die had erover geschreven dat ik het mogelijk over mezelf had afgeroepen. Tegen een kind van groep 4. En mijn ouders kregen dan natuurlijk ook te zwaar te verduren. Want de ouders van andere kinderen in het dorp die kwamen regelmatig ook langs om duidelijk te maken dat ze hun opvoeding moesten aanpassen. Dat ze mij in het gareel moesten houden en dat ik minder vaak raar gedrag moest vertonen. En dat riep ook heel, heel grote woede op bij mijn ouders. En ik werd gewoon door het dorp en de basisschool gedwongen om in die rigide pasvorm te vallen. Van dat ik normaal moest doen en dat ik uiteindelijk moest opgroeien tot een echte man. Op een middelbare school werd het wel iets anders, maar meer in de vorm dat dat die stelselmatige onderdrukking andere vormen aannam. Het was nog steeds diezelfde pasvorm, maar in plaats van dat ik hulp kreeg, die ik echt gewoon dringend nodig had, kreeg ik gewoon echt een andere behandeling. Ik moest gewoon wederom normaal doen. En als ik geen normaal gedrag vertoonde, noemen ze het clownesk en was het allemaal mijn schuld. Ik werd hier ook op neergekeken als zeg maar de andere. De gekke, de clown, de sukkel, die ene nicht, de ene homo. Al die scheldwoorden, die internaliseerde ik echt toen ook volledig.
Mijn klasgenoten, er waren ook klasgenoten tussen die ook luidop afvroegen van waarom ik überhaupt bestond, waarom ik geboren was en fantaseren hoe geweldig een leven was als ik niet zou bestaan. En nadat ik terugkwam van mijn revalidatie, zeiden ze dat ook rechtstreeks tegen mijn gezicht. Over autistische mensen werd toen ook gesproken dat ze ver weg verwijderd moeten zijn van de rest. Het liefst compleet geïsoleerd. Er werden grappen gemaakt over dat ze in Franeker thuis horen. En in Franeker zit een TBS-kliniek. Over mensen die naar de psycholoog gaan werd gesproken dat ze te zwak zijn. Dat ze aandachtstekort hebben en dat ze, dat ze liever gewoon, geef ze maar geen aandacht. Loop maar om ze heen, doe alsof ze niet bestaan. En die gevoel van isolatie die voel ik echt constant. Maar op het moment dat ik met jeugdzorg in aanraking kwam en met een psycholoog die gesprekken voerde, voelde ik me in eerste instantie als een complete mislukking. Alsof ik degene was waar iedereen het over had. Als er met mensen die een psycholoog in aanraking komen of hoe ze praten over autistische mensen. Ja, en vandaar dat het, zeg maar, het woord autisme heel erg als een bom insloeg. Dat was op dat moment het gevoel, voor mijn gevoel de laatste bevestiging dat ik echt inderdaad compleet verkeerd was. En pas toen ik besloot om meteen naar Groningen te verhuizen, toen ik 18 werd en contact met iedereen te verbreken, begon pas echt mijn bewustwordingsproces over neurodiversiteit. En kan ik mijn jeugd in een heel andere context bekijken. En het gaat mij niet hoofdzakelijk om mijn individuele verhaal, maar het is een verhaal wat exemplarisch is voor hoe met neurodiverse mensen wordt omgegaan. Wat ik daarin een kleine meemaakte, dat is toepasbaar in een breder context omtrent neurodiverse mensen. We leven in een wereld die compleet ingericht is op neurotypische mensen. En als je neurodivers bent, moet alles op alles gezet worden om binnen die neurotypische norm te passen en om op die manier te functioneren. Neurodiverse mensen die moeten hun gedrag aanpassen, als het ware een vorm van conversietherapie, als je erbij stilstaat, om enigszins mee te kunnen draaien. Neurodiverse mensen worden in genoeg gevallen met onnodig veel medicijnen opgelegd, en de crux zit hem ook echt in onnodig veel. Om maar die schooldagen vol te houden of die 8-uurige werkdag en een maximale economische waarde uit jou te krijgen. In de realiteit is het juist dat de wereld prima aangepast kan worden aan de behoeften van neurodiverse mensen, maar daar wordt niet echt niet aan gedacht. Er wordt geen ruimte geboden of er wordt naar gekeken van hey, hoe kan je het beste op beste manier jezelf zijn. Nee, je moet aan die neurotypische norm voldoen. En het probleem wordt dan wederom neergelegd bij neurodiverse mensen. Maar juist voor neurodiverse mensen is het een bittere noodzaak, maar eerder een overlevingsstrategie, om zich aan te passen aan die neurotypische wereld. De problemen die we hierom ervaren zijn een dagelijkse ervaring, en die ervaringen zijn voor ons allemaal van groot belang, zowel op persoonlijk als op collectief niveau. Het brengt gevoelens van isolatie met zich mee, omdat je een masker moet ophouden en voor je gevoel weinig mensen je echt begrijpt. Het brengt gevoelens van angst en stress, omdat er constant een veroordeling boven je hoofd hangt wanneer je te ver buiten de neurotypische grenzen treedt. En omdat je dan niet als volwaardig persoon wordt gezien. En dat niet als volwaardig persoon worden gezien brengt ook gevoelens van minderwaarde met zich mee. En iedereen denkt van jou dat je een bijzondere behandeling nodig hebt. Als in een denigrerende term. Juist al die gevoelens, die lijken ons publieke debat nauwelijks te beïnvloeden. Er staat nergens terug te lezen op politieke beleidsnota's en onze zorg is er ook niet op aangepast. En ook echt ten onrechte. Want die gevoelens beïnvloeden ons dagelijks leven. En als de wereld niet aangepast is aan de behoeften van neurodiverse mensen, dan maakt het ons leven kapot. En ik vind juist ook een uitspraak van een tweede golf feminisme goed bij je passen. Het persoonlijke is politiek. Of zoals de Franse schrijver Édouard Louis het zo mooi stelt, en ook een van mijn persoonlijke helden: politiek is een kwestie van leven of dood.
En dat geldt zeker als we het hebben over de ervaring van neurodiverse mensen. Want de politiek negeert of bagatelliseert al die gevoelens en al die geleefde ervaringen. Zo vindt bijvoorbeeld dit kabinet dat te veel jongeren psychische hulp krijgen. En dat staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooyen erover zei, en ik citeer: "We moeten allemaal beseffen dat iedereen wel eens onzeker en somber is. Wordt niet gezien als een levensbedreigende ervaring, maar als iets wat je maar persoonlijk even mee zit en daarna weer door kan gaan." Terwijl op dit moment, en de statistieken liggen er niet om, om maar één voorbeeld te noemen, dat 16% van de jongeren suïcidale klachten heeft. En met die uitspraak en die beleid wordt suïcidaliteit bijvoorbeeld totaal niet serieus genomen. En dat is ook toepasbaar op andere diagnoses, maar ook op neurodiverse mensen. Dat gewoon het totaal niet serieus wordt genomen. En ik denk dat hierom juist van groot belang is om een neurodiversiteitsbeweging op te bouwen. Om duidelijk te maken dat onze geleefde dagelijkse ervaringen serieus genomen moeten worden. En om plaats te maken voor onze behoeftes en de wereld erop aan te passen. Want iedereen hier in de zaal, maar ook iedere neurodiverse persoon daar ergens op straat of heel Nederland, heel de wereld, heeft recht op een veilige en gelijkwaardige plek in de samenleving. Dankjewel, Rinse. Ja, ontzettend bedankt, Rinse, voor dit persoonlijke verhaal. Dat raakt mij ook al echt. Ook omdat ik natuurlijk ook dingen daarvan herken. Mijn naam is dus Hilde. En ik ben lid van de Internationale Socialisten. En ik ben ADHD'er. Ik ga wat minder eigenlijk nu een persoonlijk verhaal vertellen. Maar meer eigenlijk een soort van... hoe zeg je het? Ik wil graag meer praten eigenlijk over de huidige stand van de neurodiversiteitsbeweging. Maar ook over praxis. Dus hoe kunnen we in ons activisme de theoretische kennis die we hebben toepassen in de praktijk? En wat is er dan nodig om tot bevrijding te komen voor neurodivergenten en de rest van de arbeidersklasse? En wat kunnen we concreet doen, zeg maar? Maar misschien voordat we beginnen nog even iets kort over wat neurodiversiteit inhoudt. Dit is namelijk, neurodiversiteit is een begrip wat eind jaren 90 door socioloog Judy Singer werd geïntroduceerd als een soort alternatieve manier van kijken naar autisme. Maar later werd dit concept ook toegepast op andere neurologische condities zoals ADHD of dyslexie en Tourette en allemaal verschillende vormen. En de term is eigenlijk voornamelijk bedoeld om de variaties van het menselijke brein aan te duiden. En de neurodiversiteitsbeweging stelt dan ook dat omdat er verschillende breinen bestaan, zijn er ook gewoon simpelweg verschillende manieren van denken en leren. En volgens de neurodiversiteitsbeweging moeten we verschillende denkstijlen omarmen en ook diversiteit daarin vieren, maar ook fosteren, zeg maar. En dat is in principe, vind ik dat een goede eis. Maar ik denk ook dat er veel haken en ogen zijn bij de huidige strategieën en de ideologische grondslagen van de neurodiversiteitsbeweging. En ik wil daarom ook wat meer uitbreiden over de stand van de neurodiversiteitsbeweging. Waar staan we nu binnen deze beweging? En wat zijn bijvoorbeeld grote stromingen op dit moment binnen de beweging? Het afgelopen half jaar, of driekwart jaar misschien inmiddels, circuleerde er een NRC-artikel van Maartje Laterveer in mijn persoonlijke Instagram feed. En de titel was De toekomst is aan neurodivergente mensen. Als ADHD'er wekte dat natuurlijk mijn interesse. Maar als marxist was ik ook huiverig. Dus toen ik er naar keek, had ik helaas gelijk met die huiverigheid. Het artikel stelt namelijk dat veel werkgevers zich niet genoeg realiseren dat neurodivergente mensen eigenlijk over talenten beschikken die hen ten gunste zijn. En als managers dan eens beter zouden luisteren naar de individuele behoeften van hun werknemers,
Dan kunnen niet alleen neurodivergente mensen floreren, maar de bedrijven ook. Nee, dus dat zou een win-win situatie zijn. Ik denk dat dit artikel echt goed de huidige stand van de neurodiversiteitsbeweging weergeeft. Het sluit namelijk naadloos aan bij het dominante neoliberale verhaal over neurodiversiteit, wat een hele grote nadruk heeft op het individu en zijn krachten of talenten die vooral het kapitalisme eigenlijk ten goede komen. En de neoliberale benadering die veronderstelt ook dat neurodivergente mensen minder kansen krijgen uit vooroordelen van hun bazen. En dat collectieve bewustwording dat kan verhelpen. En dan wordt er dus ook op verondersteld dat er een soort van harmonieus functioneren mogelijk is binnen het kapitalisme, als iedereen elkaar nou gewoon even accepteert. Echter de realiteit laat zien dat bazen vooral mensen willen die meerwaarde creëren. Dus pas als dat gebeurt, dan pas komt er interesse. Ik denk dat er nog wel veel meer voorbeelden zijn over de neoliberale neurodiversiteitsbeweging. Maar mocht je daar nog meer over horen, dan kan je dat aan de hand van mijn praatje van vorig jaar over dit onderwerp. Die staat online of in de vorige editie van The Socialist. Ik wil voor nu ook graag praten over een andere tendens binnen de neurodiversiteitsbeweging die ook redelijk populair is. Ik denk vooral binnen linkse kringen. En ik denk dat dit ook wel eentje is waar mensen hier wellicht ook wel meer bekend mee zijn. Ik noem deze tendens het radicaal liberalisme. En dat betreft mensen die eigenlijk niet radicaal zijn, maar wel radicale taal gebruiken. En het is een benadering die heel erg de nadruk legt op burgerrechten, erkenning en acceptatie van verschillen. En volgens deze visie moeten we onderdrukking tegengaan door te luisteren naar de verhalen van neurodivergenten en onze individuele houdingen aan te passen. En de meeste grassroots initiatieven binnen de neurodiversiteitsbeweging zijn tot op heden vooral in deze traditie gaan staan. En hoewel er ook wordt gepraat over maatschappelijke verandering die moet plaatsvinden, zie je dat het vooral zich richt op individuele gedragsveranderingen, zoals privilege checks. En wordt de rol van het kapitalisme meestal buiten beschouwing gelaten. En ik denk dat deze beweging vooral zichtbaar is op sociale media, met neurodivergente activistische influencers die bijvoorbeeld vertellen over hoe zij de wereld navigeren en waar zij tegenaan lopen. En ik denk wat je in sommige van deze groepen ziet, is dat er ook gepraat wordt over het medische en sociale model van disability. En ik denk dat dat begrippen die zijn die het waard zijn om ook nog even wat verder uit te leggen. In onze kapitalistische maatschappij is namelijk het medische model van psychiatrie dominant. Dat houdt in dat mentale worstelingen worden bij het individu geplaatst. En dat suggereert dat er een soort van fout in onze hersenen zou zitten. En het sociale model van disability biedt een betere invalshoek. En dit is een model wat werd geïntroduceerd door de disability activist Mike Oliver, die zich liet inspireren door het marxisme om tot een materiële analyse te komen van disability. Hij zei dat het kapitalisme namelijk bepaalde categorieën en presentatienormen produceert, waardoor disabled mensen afhankelijk zijn van institutionele steun. Hij schuift hierbij het probleem, zeg maar, naar de inrichting van onze samenleving in plaats van het individu. En hij stelt dat als we de lasten voor mensen met een beperking willen verlichten, dat er radicale verandering van onze samenleving nodig is. En ik denk het medische model en het sociale model kan je denk ik wel goed uitleggen aan de hand van voorbeelden. Want bijvoorbeeld stel iemand is niet in staat om een trap op te lopen in een gebouw, dan richt het medische model zich al heel snel op de fysieke vermogens van die persoon zelf. En ik denk dat dit ook al snel zorgt voor dat de handen in de lucht worden gegooid van die kan niet de trap op, jammer dan. Want aan het gebouw kan het dan niet liggen volgens deze logica. En het sociale model erkent dat wanneer niet iedereen de trap op kan lopen, dat er iets mis is met het gebouw en niet met de persoon. En de oplossing zou dan niet moeten zijn dat we die persoon weer naar huis sturen, maar dat er gewoon voor een rolstoelgang toegankelijke oprit bijvoorbeeld wordt gezorgd. Datzelfde principe kan je ook toepassen op neurodivergentie. Dat heeft natuurlijk heel veel overlap ook met disability
activisme. Bijvoorbeeld wanneer iemand met dyslexie een waarschuwingsbord niet kan lezen, dan ligt het probleem niet bij de persoon die dyslexie heeft, maar dat er geen andere communicatievorm is. Wat je wel vaker ziet in binnen de radicaal-liberale beweging, om daar weer even op terug te komen. Je ziet wel vaker dat ze pleiten voor het sociale model van disability. En dat deze term ook wel vaker wordt gebruikt. Maar je ziet heel vaak, naar mijn inziens, dat de radicale grondslag van het sociale model ontbreekt binnen deze activistische kringen. En dat het er ook voor zorgt dat neurodivergentie eigenlijk niet binnen een bepaalde concrete politieke context wordt geplaatst. Dus de radicaal-liberale benadering heeft dus een valkuil. Want wanneer de primaire focus wordt gelegd op individuele relaties in plaats van kapitalisme als onderdrukkingssysteem, dan leidt het ook af van de solidariteit die nodig is om onderdrukking te verslaan. Want wanneer de focus blijft hangen op individuele verschillen, interpersoonlijke relaties en een conscious biasness, ontstaat er een blinde vlek. En uiteraard, en dit zou ik ook niet ontkennen, is het goed om bij geïnternaliseerde discriminatie stil te staan. Maar om te begrijpen hoe onderdrukking werkt, moeten we kijken naar hoe de samenleving functioneert, maar ook vooral in wiens belang dat is. Wanneer je de rol van het kapitalisme meerekent, dan trek je namelijk de conclusie dat er maar één groep is die heel direct verantwoordelijk is voor de onderdrukking van neurodivergente mensen. Dat is namelijk de kapitalistische klasse. Iemand met ADHD belandt sneller in armoede dan een werkend iemand met een neurotypisch brein. En ongelijkheid en voorkeursbehandelingen bestaan zeker binnen de arbeidersklasse. Maar het is juist door een marxistisch framework dat je kan uitleggen waar dat probleem vandaan komt. Zeggen dat er sprake is van ongelijkheid en dat we aan collectieve introspectie moeten doen, is gewoon niet genoeg. De heersende klasse drukt de arbeiders in omstandigheden waarbij ze tegen elkaar worden uitgespeeld. Door de een bijvoorbeeld meer geld te geven dan de ander. Zij is degene die baat heeft bij dit soort oneffenheden. Want dan wordt de vinger namelijk niet naar hen gewezen, maar naar iemand anders. Dus we hebben een soort activisme nodig dat neurodiversiteit en de ontmenselijking ervan situeert in een bredere analyse en kritiek van het kapitalisme. Niemand is vrij totdat wij allemaal vrij zijn. En in dat opzicht is het vooral belangrijk dat we moeten erkennen dat wij allemaal last hebben van de onderdrukking van neurodivergenten. De hele scheiding tussen wie neurodivergent is en wie neurotypisch is, is namelijk ook al een ideologisch fenomeen. Waarbij vooral de kapitalistische klasse daar heel groot profijt uit haalt. Want wie het neurotypische mal het beste past, wordt beloofd het verste te kunnen schoppen. Ook al is dat meestal heel vaak een fabeltje. Een marxistische neurodiversiteitsbeweging herkent dat neurotypische mal wat gevraagd wordt van mensen binnen het kapitalisme. En ziet dat deze ook alleen kan verdwijnen als het kapitalisme ook omver wordt gegooid. Maar goed, we zijn uiteraard helaas nog niet op het punt van een revolutie. Dus de vraag is op dit moment denk ik meer van wat hebben we nodig binnen het hier en nu? Wat zijn concrete dingen in onze omgeving die moeten veranderen? En waar moeten wij onze pijlen op richten? Ik wil hier graag hiervoor graag een paar eisen doornemen die zijn opgesteld door Grant Martin. Dat is een kameraad van de Denver Communists. Die concrete eisen stelt waar je je achter kan scharen. Ik ga niet heel uitgebreid in op deze punten. Dat is misschien wellicht iets meer voor de discussie. Maar ik wil wel even ze benoemen om uit te lichten waar de focus kan en moet liggen ook. Hij stelt bijvoorbeeld dat om een wereld op te bouwen waarin neurodivergente mensen vrij kunnen zijn, het noodzakelijk is om alle vormen van onderdrukking te ontmantelen. Dus daarom, schaf de politie en schaf gevangenissen af. Neurodivergente mensen hebben een veel grotere kans om geprofileerd en opgepakt te worden door de politie en ook daarmee in de bak te belanden vanwege het zogenaamde verstoren van de openbare orde. Met extreem nare voorbeelden zoals bijvoorbeeld Sammy Baker, waarbij de politie zelfs een zogenoemd verward persoon vermoordt, terwijl iemand een psychose heeft en gewoon hulp en geruststelling nodig heeft. Dus daarom pak dat probleem bij de kern aan. Er zijn geen rotte appels hierbij. Het is een verrot systeem.
Dus ook steunen alle initiatieven die de politie als instituut afzwakken zijn gewend, zoals bijvoorbeeld defunding. Verder fondsen en middelen van alle onderdrukkende staatsinstituten doorschuiven naar sociale programma's die geleid worden door gemeenschappen. Zorg voor neurodivergente mensen zou niet vanuit een top-down benadering moeten gaan, waarbij professionals een soort behandeling aanbieden vanuit bourgeois kaders. Wat neurodivergente mensen nodig hebben is directe inspraak in hun eigen zorg. Verder, afschaffing van schadelijke behandelingsprogramma's die gedragsconditionering bevorderen in overeenstemming met de normen van de kapitalistische status quo. Een voorbeeld daarvan is ABA-therapie. Dat is gericht op autistische mensen hun gedrag te conditioneren naar gewenste neurotypische standaarden. Nou ja, dit is een voorbeeld van zo'n conversietherapie waarin ze het ook bijvoorbeeld net over had. En je ziet ook, je hoort ook dat veel autistische mensen deze behandeling echt traumatiserend vinden. En in plaats van dit soort schadelijke therapievormen moeten we gratis genationaliseerde gezondheidszorg eisen die fysieke en mentale en emotionele behandeling van universele kwaliteit aanbiedt en ook toegankelijk is voor alle neurodivergente mensen. Nog een eis is de afschaffing van woningverkoop en huur met winstoogmerk en het nationaliseren van alle woningen om universele en betaalbare huisvesting te bieden. Ook voor mensen die niet in staat zijn om te werken vanwege hun neurodivergentie. En dan als laatste punt, werkplekken moeten democratiseren om ervoor te zorgen dat iedereen een stem heeft in besluitvormingsprocessen, zodat mensen hun zorgen en behoeften kunnen uiten en samen tot oplossingen kunnen komen en hun werkomgeving aangenamer te maken. En dat geldt dus ook voor neurodivergente mensen. Die hebben daar ook een zegje in. Door bijvoorbeeld prikkelarmer te maken, dat soort dingen. Dan ook nog als laatste wat tactieken bespreken die we kunnen gebruiken om dan te vechten voor de bevrijding van neurodivergente mensen. Ik denk één daarvan is sowieso verbind de strijd van neurodivergente mensen met die van andere gemarginaliseerde groepen en ook de grotere arbeidersklasse. We hebben solidariteit nodig, geen separatisme. En daarnaast, wat ik ook al zo net zei, iedereen heeft last van het neurotypische mal wat kapitalisme van ons vraagt. Dit legt druk op iedereen. In het verlengde daarvan coalities, werk samen tot een gemeenschappelijk doel, vecht tegen validisme. Samen staan we hier sterker in. Wat ook bijvoorbeeld een mooie is, dat bijvoorbeeld Bijeen hier aansluit, om er een voorbeeld te geven. Aan Marxisten de taak ook om voortdurende voorlichtingen te geven over neurodiversiteit door middel van propaganda en bijeenkomsten, maar ook onderwijsmateriaal en ook onze propaganda zo toegankelijk mogelijk maken voor mensen die alternatieve leerstijlen hebben door bijvoorbeeld video-opties of geluidsopties in plaats van alleen maar tekst. Weliswaar denk ik over het algemeen dat mensen wel een voorkeur hebben voor in het echt afspreken voor meetings of vergaderingen. Maar ik denk ook dat je jezelf daarbij moet afvragen van hoe bereiken we mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met sociaal contact in het dagelijks leven en met openbare ruimtes en dat soort dingen. Is het bijvoorbeeld ook mogelijk om hybride te vergaderen? En als dat niet mogelijk is, houden die redenen dan ook echt rekening met neurodivergente mensen, maar ook bijvoorbeeld met andere disabled mensen die bijvoorbeeld niet in staat zijn om van plek A naar B zo makkelijk te komen. Creëer neurodivergent vriendelijke omgevingen tijdens je acties. Je kan bijvoorbeeld zorgen voor sensorische hulpmiddelen, koptelefoons, friemelspeeltjes, dat soort dingen. En waar mogelijk kan je ook ervoor zorgen dat er een aangewezen stille of veilige ruimte is op een demonstratie. Voor mensen die bijvoorbeeld gevoelig zijn voor lawaai, voor drukke ruimtes of andere triggers die samenhangen met grote bijeenkomsten.
Nou, deze is vanzelfsprekend, maar ook niet minder belangrijk. Creëer gewoon een veilige ruimte voor je kameraden, zodat ze kunnen bespreken waar ze tegenaan lopen en wat ze nodig hebben. Maar denk ook met ze mee hierin. Bijvoorbeeld, stel je hebt een meeting of zo en je wil daarna een drankje doen. Helpt het als iedereen nadenkt van, kunnen we dat drankje in bijvoorbeeld een drukke bar doen of in een wat rustigere plek? En als laatste, spreek je uit tegen validisme. Ook dat is niet alleen een taak die op de schouders van neurodivergente mensen kan liggen. Daar moeten we allemaal tegen zijn. Want we hebben daar allemaal een voordeel ook uit te halen. Dit waren een paar concrete punten waarmee ik wilde eindigen. Hopelijk komen er tijdens de discussie nog meer punten omhoog. En ik zou zeggen, laten we vooral collectief kijken naar wat de neurodiversiteitsbeweging nodig heeft. En ook hoe we deze gezond kunnen opbouwen. Dankjewel.